Hallo beste kijkers en welkom bij een nieuwe video van Road to Chelsea. En deze video is uitsluitend vragen, aangezien het natuurlijk een Q&A video is. Dus ik ga meteen de video in, aangezien ik best wel een aantal vragen heb die ik binnen 5 minuten moet behandelen. En de eerste vraag komt van Ditso Gaming en die vraagt, wat is je leukste celebration en hoe doe je die? Nou, mijn favoriete celebration is de Miley twerk. Die heb je waarschijnlijk al gezien in de co-op video van bij je Mattie. En dan zit je eigenlijk gewoon met je handen en met je kont te schudden. En die doe je door LB of L1 knop in te houden en dan de stick naar rechts naar links te drukken. En dat is waarschijnlijk mijn favoriete celebration. En hij vraagt ook nog, ga je William nog kopen? En William, dat is natuurlijk de linksvoor van Chelsea. En ik moest nog eventjes kijken, aangezien Chelsea geen rechtsmidden heeft. Dus dan zou het een beetje vervelend zijn met chemistry. Dus ik zie te zijn nog tijd wel of ik nog het geld heb om hem aan te schaffen voordat ik een PlayStation 4 heb. Overgaan naar de volgende vraag van Giovanni Hoijmans. En die vraagt Gundogan of Götze. En dan moet ik waarschijnlijk Gundogan zeggen, aangezien Gundogan gewoon een baas is. En gewoon, ja, eigenlijk gewoon, ik weet niet waarom. Gundogan vind ik gewoon een vettere vent dan Götze. Silschoon vraagt, wat is je motivatie om YouTube te starten? Nou, mijn motivatie komt van 2 YouTubers. De eerste YouTuber is Nepentes en de tweede is CNanners. Al een heel tijdje terug, dat was echt al zo'n 3 jaar terug, de zak hun video's. En toen dacht ik, zoiets wil ik ook gaan doen. Maar in eerste instantie dacht ik om achievement guides te gaan doen. En voor de mensen die niet weten wat achievements is, dat is iets van Xbox, waardoor je soort van prestaties kan halen. Maar uiteindelijk ben ik toch maar gewoon gegaan voor gaming video's uitsluitend en niet meer voor achievement guides. Ook vind ik het af en toe nog wel leuk om een tutorial te maken. Goma Jong vraagt Barça of Real. Dan moet ik waarschijnlijk voor Real gaan, aangezien de stijl van het spel van Barça mij niet echt aanstaat. Maar ik kan best begrijpen waarom je Barça leuk vindt, maar ik vind het niet echt leuk om 90 minuten naar Tiki Taka te kijken. Dat is gewoon mijn mening. Martijn de Graaf die vraagt, welke opleiding doe je? Ik zit in 5 VWO momenteel en ik ga best wel lekker, dus waarschijnlijk ga ik gewoon over naar 6 VWO. En dan ga ik uiteindelijk International Business and Economics doen bij de universiteit in Maastricht. Even kijken, Matthijs de Bart vraagt, wanneer ga je weer koopseizoenen doen met Matty? Nou, gisteren kreeg ik even een reality check van Matty dat ik die blijkbaar nog moest editen. Dus dat ga ik meteen doen en dan komt die van de week waarschijnlijk online dat ik dan testweek heb. Even kijken, Gerriel Inge vraagt, Messi of Neymar en FIFA 14 of FIFA 12? Nou, sowieso Messi, want Neymar is misschien een beetje te overhyped, want de Braziliaanse league is niet echt te vergelijken met de Europese league. Want in de Braziliaanse league was hij echt fantastisch en hier doet hij het echt een stuk minder. Dus daarvoor moet ik bij Messi gaan. En FIFA 14 of FIFA 12? Nou, sowieso FIFA 12, maar de beste FIFA is tot nu toe nog wel FIFA 10 en daarna FIFA 11 Ultimate Team. Maar FIFA 12 is toch wel een stuk beter dan FIFA 14. Nick Oudeheuvel vraagt, denk je dat FIFA 14 op de next-gen consoles ook AIDS wordt? En ik denk eigenlijk van niet, want zeg maar, waar de next-gen vooral voor zorgt is dat de spelers, de verdedigers, meer computing power heeft. En dat betekent eigenlijk gewoon meer RAM-geheugen, dus dan kunnen zij met z'n tweeën bijvoorbeeld op een verdediger gaan en hebben zij meer, zeg maar, denkbeeldig geheugen. Dus dat betekent dat zij gewoon veel beter zullen doen en dat de verdediging niet meer zo AIDS wordt. En dan hoop ik ook dat de throwballs niet meer zo overpowered is. Maar dat zullen wij dan de aankomende weken wel zien. Maar ik heb er gewoon het positieve vertrouwen in dat het een stuk beter zal worden dan de huidige gen. Even kijken, Sam de Lange vraagt, Tito of Kont, Bobby Eden of Ariana Grande? Sowieso voor mij Kont, ik ben een Kontman. En ja, Ariana Grande boven Bobby Eden, want Bobby Eden vind ik maar gewoon een slet. Even kijken, Floris Seidewind vraagt, wanneer begon jij met YouTube? Dat was februari 2011, toen maakte ik mijn eerste video en die staat nog online op Hazerolls. Volgens mij staat die echt nog steeds online. Dat was volgens mij ook een achievement guide, zoals ik dus al eerder zei, aangezien ik dus begon met achievement guide. Dave Hoven vraagt, hoe lang speel je al FIFA? Nou, geloof het of niet, maar mijn eerste FIFA was 2002. En van tevoren keek ik altijd al FIFA bij mijn broer. Maar dus vanaf 5 jaar oud zat ik al op de PC, zat ik al FIFA te spelen. Dus ik ben best wel een addict, kan je zeggen. Ook al is het de laatste tijd echt stukken minder geworden. Even kijken, welke spelers ga je nog allemaal kopen voordat Road to Chelsea is afgelopen? Eigenlijk gewoon bijna iedereen. Ik ga nog E2O kopen, Mata en dan waarschijnlijk nog William als ik nog het geld heb. En dan moet ik voor Hazard nog kijken of ik dan nog tijd heb. PS4 of Xbox One? Ik moet zeggen Xbox One, maar ik ga wel de PlayStation 4 halen. Aangezien die gewoon veel eerder uitkomt en die ook heel goede games heeft. Maar ik ga waarschijnlijk beide halen. Berkay Altin Kaya vraagt, lievelingsvrouw. Mijn lievelingsvrouw is waarschijnlijk, hoe heet die nou? Ariane Celeste. Dat is zo'n girl, zeg maar, van de Octagon van die UFC. Zoek er anders maar op, Ariane Celeste. Daan Evers vraagt, maak deze vraag in je video? Dat mag je zeker. Hoe kom jij je YouTube naam? Nou, ik woon in Hezen. En Hezen, die reguleert gewoon. Hezen is gewoon de baas. Dus daarom Hezenrols. Even kijken, zijn er nog meer vragen? Lewandowski of Benzema? Lewandowski, want hij is gewoon veel, veel beter. Wie is je fijnste Chelsea-speler? Dembaba. Wat vind je van Cristiano Ronaldo? Echt een topatleet, fantastische speler. En ik vind ook dat hij dit jaar de Ballon d'Or verdient. Laat ook je training zien en Q&A. Wat vind je van Pax Wolle? Ik vind het echt fantastisch wat ze hebben gepresteerd tot nu toe. En daarom ben ik ook echt benieuwd om te zien hoe het allemaal gaat eindigen. Welke mic heb je, Jasper de Ruiter? Ik heb een Snowball. Wat is je lievelingsplek in het echt en op FIFA? Op lievelingsspeler bedoelt hij? Nou, mijn lievelingsspeler op FIFA is Depay. En op FIFA, of nee,
Alleen in het, op FIFA is het Depay. En in het echt is Ronaldinho Gaucho. Oftewel gewoon Ronaldinho, want hij is echt een baas. En dat was voor de vraag. Dus ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet de video niet te liken, want het helpt me enorm. Je kan altijd volgen op Twitter. Links in de beschrijving staan. Abonneer als je niet geabonneerd bent. En dan weet je altijd wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan tot de volgende keer. En zoals ze in Brabant zeggen, houdoe.